Oh, gas erop, jongens! Oh, zo. Holy knetter! Hij gaat erop! Hij haalt hem nog, Oppie, hij ligt er één achter me! Bro, hoe krijg je dat soort dingen voor elkaar houden? Ik zo, oh my, Jongens, Jeroski hier, welkom! Jij is hetzelfde! Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier op mijn kanaal. Vandaag zitten we hier samen met Ryan, met Liam, met Mike en met Angelo. Hallo jongens! Hoi! Hallo! We gaan vandaag natuurlijk weer drie verschillende races. Races, heb je er nou zin in? Ram natuurlijk zo'n keihard blijven, zou ik super gaaf vinden. Bedankt allemaal voor het intro, bedankt allemaal voor de support. En ik heb weer drie superieure, fantastische base race uitgekozen, zoals je kan zien bij Angelo, want die haalt hem niet. Dat werkt niet. Nee, dat heb ik expres gedaan, dat alleen Mike en ik hem kunnen halen. Oh, shit. Mike? Hey, wie is dat Jan? Nee, joh! Nou, ik heb de race zo uitgekozen dat alleen ik ze kan halen. Ik sta in ieder geval eerste, dus dat is lekker gegaan. Maar dankjewel allemaal voor het intro, dankjewel voor het sport. En dan gaan we eens even meemaken wie er hier eerst gaat worden. Shit. Wat is er aan de hand, jongens, van jullie? Ja, ik haal hem niet dan weer wel. Doei, je mist me gewoon compleet. Kan ik iemand betalen om gewoon te leren hoe ik kan beuken als ik terugrij? Want dit is echt. Dit wordt echt wel een beetje beschamend gewoon. Rijn, hoeveel vraag je om dat mij te leren? Ja, een paar ton. En hoor, dan zingt hij. Ik heb een ton gepakt. Oh, sorry. De deal gaat niet door vandaag. Weet je, by the way, jongens, ik heb nog wel iets grappigs, ontvangen van iemand. Want ik zat gisteren namelijk mijn Instagram DM door te kijken. Volg mij even op Instagram. Maar er was iemand die heeft letterlijk, want ik ga het nu opzoeken ook. Ik ga even met één hand racen, want dat kunnen we. Die heeft letterlijk gestuurd, 59 dagen achter elkaar, campers, overal campers. Heeft hij 59 dagen lang, ik heb het hier letterlijk staan, in mijn DM gestuurd, totdat ik reageerde. Dus, ja, goed gedaan. Ik zit gewoon op mijn mobiel te kijken, ik heb de stunt gehaald bij de week. Maar hij werkt wel goed, hoor. Ja, hij gaat niet harder. Oh, wow, yo, Ryan, ik schaaf zo onder je door, jongen. Ja, ik heb je eraf gepeukt, bro. Oh, nee, hè. Ja, kijk, Mike die kan me wel raken. Ja, misschien moet ik aan jou vragen, alleen de rest niet. Dus doei, jongens. Tot de volgende keer. We liggen weer eerste. Yo. Pas op voor die bocht, ouwe. Ik zit achter me te kijken. Sorry, ik zat achter me te kijken. Gaat goed. Oh, wacht. Yo. Ik deed de remglitch. Alleen, ja, dat durfde ik niet. Nou, ik deed het, alleen hij werkte niet in de lucht natuurlijk. Dus ja, dan gaat het ook niet goed. Maar hier werkt hij wel. Nee. Ik heb hem nog gehaald, hoor. Dat zeg je. Nee. Ik heb hem nog gehaald. Ik zweer het je, ouwe. Welke lap zijn we? Zijn we aan de laatste lap? Oh, daar gaan we nu in. Oké, dan moet ik nu wel even doorrijden. Wat sta jij hier? Laatste lap, jongens. Kom op. Ik ga hem halen. Niet meer terugrijden. Jawel. Oké, als ik hier iemand mis, dan weet ik het ook niet meer. Ik was zo snel. Shit, sorry. Ja. Echt waar, jongen. Waarom kan ik dat niet? Ik dacht, ik ga achter die paal wachten, kijken welke kansen van de paal nemen. Ja, maar het lukt mij gewoon niet, jongens. Maar ik haal jullie toch nog wel in. Ik kan zo vaak wachten als ik wil, maar dat gaat... Dan gaan we toch geen DNF geven. Oh, kijk, Rijn lukt het weer. Natuurlijk, Rijn. Ik moet echt les van je gaan krijgen, hoor. Ik zweer het je. Alsjeblieft, we gaan na deze opname wel even privé callen, ja? Hey, nieuwe serie, jongens. Nieuwe serie, leer Jan beuken. Wie leeft daar? Oh, gas erop, jongens! Oh, zo. Holy knetter. Zo. Oh, hij haalt hem nog! Oppie, hij ligt er één keer achter me! Bro, hoe krijg je dat soort dingen voor elkaar houden? Jongens. Ja, en ik knal weer die niet. Oh, die was echt serieus beast. Ja! Ik ga dit echt niet uploaden, hoor. Beter beginnen we even opnieuw of zo. Dit kan echt niet, hoor. Ik het allemaal, jongens. Ik kan gewoon niet iemand raken als ik hem probeer te... Als ik hem probeer te beuken. Maar ik ben gelukkig niet de enige. Oké, alles is onder controle. Ik ben niet de enige. Het is wel even tussendoor een supergoeie stunt. Ik lig eerste, wat? Ja, ik haal die stunt in. Oké, ik ga het ook niet meer proberen. Ik ga nu gewoon naar de finish, want die is hier namelijk. Ik dacht, ik pak de checkpoint. We gaan voor de gouden medaille. Pas op voor die stroompaal die eruit steekt, jongens. Dat is even de tip. En dan hier, na dit bochtje, is de
Finish. Zo. Nee. Ik ga niet meer proberen te beuken. Ik ga me niet nog meer voor schut zetten houden. Waar is de finish? Ja, letterlijk hier. Letterlijk bij die paal. Oh, 3, 2, 1. Hij heeft hem niet, toch? Je hebt hem niet, nee. Nee. Ik pakte de jump over Mike heen. Nee, want je bent naast de baan gefinished of geland. Maar... Hij is gewoon gefinished. Hij is gewoon gefinished. Oké, misschien moet ik je toch wat vaker gaan geloven. Heb ik ooit DNS gehad? Ik wou je een applausje geven dat je eerlijk was, maar laat maar zitten ook. Laat maar zitten ook. Dat was de eerste race van vandaag. We gaan door naar race 2. De volgende race gaat ook beginnen en dit is in de Monster Truck, oftewel de Liberator. En als het goed is, we moeten jongens even opletten, één voor één er tussendoor. Dus Ryan, ik laat je gewoon, ja, ik laat je als eerste gaan. Ja, tuurlijk. Alleen dan moet je wel... dat had ik door, ja. Mike, ga maar voor. Ja. Oké, één voor één jongens. Goed opletten. Succes. Holy shit, dit is ziek. Ik heb geen idee. Oh, ik bouw ze helemaal omhoog. Oh, wat? Oh my god. Oh, dit is allemaal. Wat de heck is dit? Oh, dit is echt wel super vet, ouwe. Ik val er tussendoor. Yo, nee, dat moet niet. Je moet... Oh! Huh? Yo, dit is vet! Ram glitch. Nee, die werkt er niet in. Oh, dit is echt wel serieus vet, ouwe. We zaten net al met die bandjes in elkaar vast, hè, Ryan. Alleen... We zitten nu met de bandjes vast op deze stunt. Nee. Ja, rij nou eens even door. Ja, rijden. Ik kan toch niet rijden, bro? Wat denk je? Is dit ook gewoon letterlijk heel de race? Oh ja, het zijn maar 5 checkpoints in heel de race. Dit is letterlijk alles. Holy shit. Sorry, ik ga ietsje sneller. Gas naar achter geven. Op sommige stukjes ga je dan super snel. Ja, maar alleen er zitten 2 gasten voor me, dus ik heb er niet zoveel aan. Au, even doorgaan, Mike. Kom op. Waarom heb ik Ryan eerst laten gaan? Nu kan hij ook eerst worden namelijk. Dit is niet slim van me. Beast! Ja, beast! Je hoeft helemaal niks te doen! Ja, maar hier is toch als het goed is, is hij... Oh nee. Aan de kant, Mike! Als het goed is hij gewoon alweer de finish, ouwe. Nee, was dit letterlijk heel dreig. Hij was wel origineel. Hey, alleen... Je maakt er wel een stunt aan. Nee, helemaal niet. Nee, er komt helemaal niks meer aan. Oh, we moeten nog door de buis, jongens. Nee, wat doe je? Ik mis de checkpoint! Nee! Wie is er naast me dan? Oh boy. Oh my god. Dat is een mutje, Jan. Angelo. Ja. Jongens, ga naar finishen. Nee, ik ga finishen, hoor. Ik ga finishen. Nee. Ik word mooi gewoon even tweede. Nou, dat was de race. Dat was de snelle. 3, 2, 1. Ja, we hebben de DNF. Nul, jullie hebben alle 2 DNF. Oh. Slim, jongens. Lekker slim, ouwe. Ja, wel weer 2 DNF's erbij. Maar we gaan natuurlijk nog 1 race doen. Dus op. Naar race 3. De laatste race gaat ook beginnen. En dit is in de Panto. Dus heel erg veel succes allemaal. Oh, ik zie al allemaal stintjes daar voor ons, jongen. Maar ik sta ook gewoon voor paal. Wacht. Op. Kijk. Ik sta ook alles onder paal. Controle. Ja, je staat... Nou, de paal die staat er... Mike. Daar. Dit is wel echt je eigen schuld, ouwe. Ja. Dit heb ik niet gedaan, hoor. Maar, oh, je moet er opletten. Ryan, ga je hem echt cheaten? Ik was zo gefocust gewoon om er netjes overheen te rijden. Maar volgens mij gaat Ryan hem cheaten. Die gaat er gewoon onderdoor rijden. Maar hij kan het niet aan. Hij kan niet testen die paaltjes. Nee, je staat al in de checkpoint. Jij vieze cheater, bro. Oh, jullie zijn... Iedereen zit er te cheaten. Nee. Jongens. Oké, Angelo is wel normaal. Ja. Oké, fair enough. Iedereen zit toch een keihard te cheaten, jongen? Ja, de noobs moeten hem cheaten. Moeilijke race, hè? Jullie vieze rikken, jongen. Ik zie jullie allemaal over die parkeerplaats rijden. Maar Angelo, wij doen hem wel normaal, ja? Ja. Wij zijn wel echt beesten. Alternatieve route. Ja, het is wel... Hij heeft het wel niet goed gemaakt. Hij heeft het wel niet goed gemaakt. Je snapt hem wel. Je kan ook gewoon respawnen. Oh, wij moeten nu ook gewoon weer op de weg. Hé, jongens, ik ben ook op de weg. Ja. Dat is een foute kant. Oh. Ik rij snel vandoor namelijk. Op. Rijtjes pakken. Kijk, snelheid erin. Angelo. Wat? Ja. Wat de heck? Dat was die plant die daarin stond, ouwe. Dat was die plant. Oh, we moeten gaan springen. Oh ja. Hoppa! Ik ga ver, jongen. Wow. Huh? Is dit een trollrace, jongens? Wat? Huh? Moeten we niet respawnen? Huh? Wacht. Nee, dit is toch geen trollrace? Wat is dit? Ja, je moet terug raken. Je moet weer op die muur komen. Ja, maar hoe dan? Nee, sowieso. Het is hier. Het is sowieso, het is hier hoor, want hier is de gleuf. Wat is dit nou weer? Want ik ben door een gleuf aan het rijden. Oh, wat? Ik teleport in één keer, wacht!
Nee, maar waar? Dat kan niet meer. Maar wacht, je moet gewoon doorrijden, hè? Nee, maar we zitten niet in Maastricht. Wat? Als je achteruit kijkt, dan zit je nog... Oh, wat? Wat is dit? Oh, nee, wacht. Ik zie het. Dit is raar! Ah, je gaat nou niet keren. Hey, jongens, ik ben gekeerd. Ja, hier, ik help jullie, alsjeblieft. Kijk, ik ben wel aardig, zie je dat? Wie is hier nog meer aan het keren dan? Rij nou even door. Holy shit. Ik ga even over jullie heen. Geen probleem. Gassen. Stopbord! Jongens, er staat aan een stopbord. Wacht. Liam. Nou, Angelo, wacht nou eens. Oké, wij hebben hem. Gaat hij goed erachterin, jongens, of niet? Ik ga eigenlijk controle doen. Blijf maar hier zijn, DNF, Angelo. Hé, jongens. Nee. Kom, haal nou even dat stukje hier, jongens. Kom op. Jullie moeten deze kant op, jongens. Kom op. Even doorrijden, rijden. Even driften rijden, kom op. Ja, maar ik kan er niet langs. Hij kan door. Jullie waren net een dikke tegenover mij. Nu ben ik hem, ouwe. Zo. Hebben jullie les al geleerd? Ja. Ja? Oké, dan zal ik respawn. Dan mogen jullie langs. Eruit, ja. Wat is dit dan? Is dit een dolf? Ja, ik ben naar rechts gegaan. Ja, ik ben achter jou aan het gassen, inderdaad. Okay, die checkpoint hebben we. Gaan we hier tussendoor. Let's go, jongens. Normaal? Kom op, even gassen rijden. Ja. Yo. Hey, man. Ja. Kom op, even doorrijden, jongens. Oké, ga maar. Jullie mogen keren. Ja, doe je ding. Ja. Oh, is dit wel echt de route, jongens? Wat is dit, ouwe? Ja, ik denk... Hey, Ryan, jij cheater gewoon. Oh, thanks, Mike. Ah, dat is gewoon tactiek. Hey. Ja, wacht, dan moeten we even achteruit, Mike. Dan kan Angelo even draaien. Ah, ja, dan geef ik even een setje. Kijk. Thanks. Hoppatee, dan moet Mike mij even een setje geven. Waarom moet ik iedereen al dat setjes geven? Ja, wat is dit? Oh. Ja, thanks Mike, en dan moet jij het uitzoeken, jeetje. Jan, wat is dit nou weer? Hey Jan, wacht even. Ja, ik wacht. We moeten even wat teamwork erin gaan gooien, jongens, denk ik. Ja. Oh, nee. Oh, die netten, jongens. Jij drinkt gewoon voor hier, ouwe. Wat is dit nou weer? Ik beuk je. Ho! Nee, Jan. Hey, joh. Beuk hem. Nee, ik ben aardig. Ik beuk hem niet. Wat? Oh! Paniek! Ryan? Ik beuk je. Nevermind. Ik kan deze bocht niet maken. Wat ja, maar hoe moet ik dit nou halen dan? Oh, maar waarom moet ik laatste liggen? Ja, maar nu ben ik de Sjaak ook gewoon. Kom erbij staan, Angelo. Oké, ik heb hem gehaald. Nice. Oh nee, jongens. Ik heb gewoon een checkpoint hoor, ja, ik heb er één of niet. Nee. Wat is iedereen aan het doen, ouwe? Wat is dit? Is dit voor een race? Ja, ik heb geen idee. Ik Wie heeft er daar eerst, jongen? Gewoon gassen. Ja, het dakje op. Over het dakje heen, jongens. Ik weet ook niet welke kant jullie op sturen, joh. Ik ga nu gewoon volle vaart door. We zitten ook pas op de helft, jongens. Oh nee, joh. Volle vaart! Oh shit! Je moet aan de links. Nee. Ja, ik ben er nog op. Echt? Yo, iedereen die ging achter mij aan, maar je moet daar gewoon naar links springen, ouwe. Oh, we hebben het helemaal gecheat, joh. Hop! Je moet daar een parcours doen. Ik heb een checkpoint, Hebben we gecheat? Ja. Ja, je moet hier een parcours doen met die containers. Ja, oh ja, ik zie het, ja. Oh, we hebben gewoon keihard gecheat. Nou ja, dat zijn echte skills. Alternatieve route. Ja, jongens, ik... Ik weet niet hoe ik hier nog op ben gekomen, maar ik heb hem nog. Jij ongelooflijke pannenkoek. Oh nee, Jan. Ik heb hetzelfde. Mike, je bent de redder in nood, bro. Hatja, ja. Let's go! Ja, let's go! Takes. Heb je mezelf nu ook, of niet? Nee, helaas niet. Ik rijd er zelf nog bijna naast. Wow. Ik ga even de checkpoint pakken. Ja, ik kan me heel laten leven waar ik heb. Ja, maar hoe noemde je Angelo net? Een pannendrop. Oh, dat wil ik ook genoemd worden. Wat ben ik, Ryan? Ik wil een pannendrol genoemd worden, Ryan. Kom op. Daarom heb ik je eraf gebeukt, bro. Nee. Ah, jammer. Volvaart. Randjes pakken. Ja, ik zie het. Ja, ik ga met je meedoen. Randjes pakken. Dit is race to victory. Oh, remmen. Nee, gewoon volle vaart. Gewoon volle vaart, bro.
Mike. Oké, okay, misschien was remmen toch wel wat handiger als ik eerlijk ben. Wow, jouw moeder! Rij je dan toch wel moeten remmen daar? Oh nee, moeten we... Oh, we moeten helemaal heen en weer rijden. Nee, ik ga hem gewoon cheaten. Ik kan ik er niet gewoon naar de volgende springen? Oké, okay, nee, dat kan niet. Je moet helemaal heen en weer rijden, jongens. Ah, ik kan nou. Niet, ik word daar nerveus van. We hebben gewoon nog één keertje. Volgens mij kunnen we dan die checkpoint wel door de muur pakken. Nee, ik ben aardig. We gaan toch serieus rijden, of niet? Let's go. Oh, we moeten nog wel helemaal door, ja. Zo maak je een race wel lang. Oh, links, ja. Links, Jan. Ja, ik rij achter je aan, Waar nu? Gewoon het dak op, denk ik. Oh, nee. Ja. Ben je nog op het dak, of niet? Nee. Ja, jawel. Dat geloof ik niet. Oh. Oh, ik ben hier. Je moet op in de midden. Je moet in de midden springen. Let op. Dat is even wat ik ga zeggen. Let op. Met die ruimte. Oh. Ik spring er nou weer naast. Nee. Alles onder controle. Hop. Volgende checkpoint is binnen. We moeten nog over de banden heen. We moeten nog zo ver volgens mij. Zes checkpoints. We zijn er bijna. Kom maar even door, Jan. Ja, dat doe ik. Kijk. Super speed. We staan van een minuut achter, Angel. Wat is dit nou? Nee, hoe komt dat? Ja, ik denk dat jullie elkaar tegenhouden als ik eerlijk ben. Frontflip. Nice! Lekker rijden. En nu is het gewoon rechtstreeks naar de finish toe. Over het vliegveld. We hebben een vlucht, jongens. Anders missen we de vlucht. Jullie moeten even doorrijden. Oh, ik pak de verkeerde kant. Goed zo. Oh, dan komen we weer aan bij dat glitch gedeelte. Oh, wel als we nou alles nog een keer moeten doen. Dat vind ik niet leuk. Gaan we nou echt bij de... Hij gaat me bij de finish inhalen. Serieus. Rijden gaat... Rijden, nee. Hij haalt me voor de finish in. Nee! Oh. Ik dacht, ik pak je slipstream nog, kijken of je kan inhalen. Maar we zijn officieel gefinished. De DNF is wel rustig aan het lopen. Nog 15 seconden, dus dat houdt in. Sorry Angelo, dat jij sowieso er met de DNF vandoor gaat. Mike, ben jij nog gefinished? Ja, net gefinished. Nice, oké, goed gedaan. Dat was ook de video van vandaag, dus mocht jullie hebben genoten... Ram natuurlijk zijn keihard blijft, zoals super gaaf in een mooie stunt bij jou. Ja. Mooie stunt. Dus heel erg bedankt voor het kijken, heel erg bedankt voor de support. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. Check natuurlijk ook Ryan uit, check Mike uit, check Liam uit, check Angelo uit. De links staan in de beschrijving, net zoals de race staan in de beschrijving. En hopelijk ook weer, tot de volgende keer. Bye bye. Yo.